Doe dit? Leuk. Ja. Dus. Oké. Okay. Mensen, we gaan 3.3 doen, 3.4. We waren bij 3.3. Wat was het ook weer? Gelijkwaardigheid en weerstand. Wat ik wil doen vandaag is zeg maar afmaken waar we zijn gebleven. Dat waren dus die twee schakelingen. Dat waren de parallelschakeling en de serieschakeling. Jullie kennen het nog van het practicum wat jullie hebben gedaan. Ik wil even een paar dingetjes voor jullie noemen waar je op gaat letten als je straks die schakeling gaat bouwen. En ik wil ook gelijk bij deze paragraaf 3.4 instappen en jullie vertellen over de wet van Ohm. Die kennen jullie al, maar het is helemaal niet erg om dat nog een keertje te herhalen. En dan heb je ook een soort omgekeerde wet van Ohm, die niet te maken heeft met weerstand, maar die heeft te maken met geleidbaarheid. En je zult zien, hey, het is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Als ik de boel gewoon op de kop zet, omdraai, dan heb ik die andere wet, de wet van geleidbaarheid, heb ik te pakken. Nou, het is allemaal heel ingewikkeld als je het hoort, maar als je hem helemaal door hebt, dan denk je, nou, easy peasy. Hoop ik dat ik dat bij jullie over kan brengen. Dus even kijken, we hadden twee schakelingen. Twee schakelingen waar we op gaan concentreren. Straks als we dat gedaan hebben, komt de derde erbij en het is het combineren van de eerste twee. Hoe moeilijk kunnen we het maken? Dus laten we even kijken, we hebben dus een serie en een parallel. Okay. Nou, we gaan gewoon een paar eigenschappen gaan we maken. Zeg maar, dit is gewoon één kringetje. Eén kringetje. En dit zijn meerdere kringen. Meer kringen. Nou, even een tekeningetje. Je hebt dus één voedingsbron, één spanningsbron. Ik heb allemaal van die rechte lijnen. En ik heb bijvoorbeeld één component, een lampje in dit geval, nog een lampje. Laat zeggen drie lampjes. En dan heb ik gewoon, je ziet één ringetje, je zou hem als het ware kunnen zien als zeg maar een parelketting die je zo om je nek zou kunnen hangen. Ja, als je ziet dat er zeg maar een parelketting is die zeg maar nog een ringetje heeft, dan denk je, nee, dit is niet serie, dan heb ik waarschijnlijk te maken met parallel. Want parallel, dat is zeg maar één kringetje. Ik kan nog een kringetje uit die bron laten komen. En ik teken hem nu even helemaal verkeerd hoor, maar even om jullie het idee te geven. En dan nog eentje. Ik heb als het ware drie kringetjes. Ik zou ook een kringetje kunnen tekenen de andere kant op. Hè? Dat ik zeg van ja, maar dit vind ik stom. Deze wil ik hier helemaal niet hebben. Ik wil hem bijvoorbeeld zo die kant hebben. Okay, dus ik heb drie kringetjes. Nou, omdat we dit een beetje vreemd vinden. Dus het wordt heel erg zwart. Heel veel inkt wordt gebruikt. En je raakt het spoor helemaal bijster. Zeggen we van nou, weet je wat? We doen het gewoon op deze manier. Die is misschien wat lastiger om te zien, maar laten we hem zo doen. Ik maak eerst één kringetje en dan ga ik die lijntjes die ik al heb neergezet, die ga ik gewoon hergebruiken. Dan doe ik net alsof ik hier een kringetje maak. Maar eigenlijk was dat een kringetje wat dus direct op die spanningsbron kan worden aangesloten. Oké, okay. Nog beter is het als ik nu zeg maar voor jullie een practicumvoorschrift zou maken. Want dan lijkt het namelijk iets logischer dat ik zeg maar dit zo doe. Oké, we tekenen hem officieel op deze manier, wel met rechte lijnen en dergelijke. Maar dit is voor ons gevoel een stuk logischer. Want het is namelijk zo dat als ik zeg maar hier wil weten wat verschil tussen spanning aan deze kant en die kant is, dan kan ik hierover, kan ik daar en daar, kan ik een spanningsmeter of een voltmeter kan ik neerzetten. En dan zie ik eigenlijk dat voor elk van die lampjes de spanning gelijk is. Dus als ik hier 5 of 6 volt heb, dan zie ik hier dus dat zowel voor dit lampje, van de ene kant naar de andere kant, 6 volt staat. Van de ene naar de andere, van de tweede ook 6 volt en voor die derde ook 6 volt. Dus dat is weer een kenmerk dat de spanning is gelijk. Als ik diezelfde truc hier doe en ik zou gaan meten vanaf hier naar daar, ik heb hier 6 volt staan, dan zou ik hier met mijn voltmeter zou ik meten
6 volt. 6 volt, want dat is eigenlijk hetzelfde of ik nou hier en daar meet, of daar en daar, en daar en daar. Ik kan hem hier ook meten. Dat is allemaal 6 volt. Maar als ik nou ga kijken op één lampje, ik haal hem hier zo los. En ik zet hem hier neer, V, boom. Dan zal ik dus zien dat een deel van die spanning, deel van die spanning is eigenlijk energie of moeite die je hebt om zeg maar die elektronen door zo'n lamp heen te persen. Dan zal dus, als ik 3 van die dingen achter elkaar heb, zal een derde deel van die moeite, van die spanning, van die energie die wordt gebruikt om door het ene lampje heen te kunnen vloeien. En het is niet zo dat die elektronen weten van, oh, ik word gebruikt om hier doorheen te gaan en ik word gebruikt om de ander. Nee, het is eigenlijk heel logisch. Als ik zeg maar één lampje heb, dan gebruik ik al mijn moeite om door het ene lampje heen te gaan. Maar als ik zeg maar nog een lampje neerzet, dan moet ik nog zoveel moeite extra doen om door allebei heen te gaan. Dus dat is de logica. Hoe moeilijker het wordt, hoe meer moeite ik erin moet stoppen. Als ik dezelfde moeite doe, dan wordt dus kennelijk één stuk van de moeite wordt gebruikt voor mijn lampje, een ander stuk wordt gebruikt voor mijn andere lampje. Dat is een beetje een manier van denken. Dus ik heb hier 2 volt, heb ik hier 2 volt en hier heb ik 2 volt. Van hier naar daar heb ik 4 volt. Van hier naar daar heb ik ook weer 4 volt. Dus de regel hier is dit, dat de spanning, die is niet gelijk, spanning wordt verdeeld. Wordt verdeeld. Vanuit de diagram. Oké, bij deze hier, we hebben het over spanning gehad. We gaan hier kijken naar de stroom. Als ik hier, nou weet je wat, ik pak er even eentje, even tussendoor, iets simpelers. Als ik hier een lampje heb, en ik heb hier 6 volt. Stel je voor dat hier 1 ampère gaat lopen. 1 ampère. Doe je een ampère meter. 1 ampère. Ik heb net verteld dat dit zeg maar 3 losse kringetjes zijn. Kringetje 1, kringetje 2, kringetje 3. En dat zijn allemaal dezelfde kringetjes als dit kringetje. Eventjes nadenken dan. Je weet hem al. Wat zou dan, als ik hier zou meten... En dus al die 3 die snoeren, die lopen hier door die ampère meter. Wat zou ik daar dan meten? Dat zou 3. Of niet? Niet 3? Ja? Jij zegt 1. Ik snap het niet. Oké. Stel je voor, ik heb hier 1 snoer van 1 kringetje. Daardoorheen loopt een stroom van 1 ampère. Eigenlijk loopt de stroom die kant op. Nou heb ik kringetje 1. Kringetje 2, kringetje 3. Dus al die 3 die snoeren van die 3 kringetjes, die stop ik allemaal in een dikker snoer. Mm-hmm. Die stroom die loopt daar doorheen. Van die 3 kringetjes, dus lopen al die stroom van die 3 kringetjes lopen door het ene snoer. Hoeveel zijn al die stromen bij elkaar? 3. En dat is precies wat er gebeurt. Ik heb de stroom van de ene, die gaat hier zo en die gaat zo hier weer terug. Maar deze, de stroom van deze... Die gaat hier ook doorheen. Hey, dat is al 1 ampère plus nog 1 ampère. En dan nog eentje, dat is nog 1 ampère. Dat zijn dus 3 ampère. Dus je ziet eigenlijk dat, zeg maar, voor de vertakking splitst die stroom zich. En waar de takken weer bij elkaar komen, zie je dat de stroom weer bij elkaar komt. Oké, dus hier hebben we dus dat de stroom verdeelt zich. Stroom wordt verdeeld. En hier hebben we, dat is de stroom. Ja, we hebben 1 slangetje, dus die stroom die kan niet ergens naartoe. Dus die stroom die wordt dus, blijft dus gelijk. Nou, dan hebben we eigenlijk, qua stroom, qua spanning hebben we de eigenschappen. Er zijn nog een paar, nog zijn 2 andere dingen waar je dus een parallel of een serie kunt herkennen. Nummer 1 is, men nemen een lampje en men draaien het lampje eruit. Als ik dat doe zo, dan staat hij zo open. Ik doe deze even weg, dan wordt hij weer een klein beetje duidelijker. Nou, wat gebeurt er als hier zo'n hekje open staat? Gaat alles uit. Dus dan hebben we 1 uit, 1 uit, alles uit. Nou, als ik dat hier zo doe en ik doe deze zo uit, ik doe hier een lampje open.
Ga die andere twee door. Nou, dan heb ik hier één uit Rechtbrand door. Blijft branden, niet, brand niet door. Eén uit. Rest, geen reactie. Geen. En als laatste, ik kan al zeg maar helemaal hier zo achter in de klas gaan staan. En ik kan zo kijken naar de dingen en zeggen, hé, die ene is serie, die andere is gewoon parallel. Want ik zie hier een vertakking. Zodra je een tak ziet, vertakking, parallel. Oké, dit zijn een paar regeltjes die je moet weten. Dus zichtbaar, je ziet één kring. Hier heb je meer kringen en vertakkingen. Boom, parallel. Als je gaat meten of als je gaat rekenen, weet je dus dat de spanning, die verdeelt zich over al die dingen. Je weet dat de spanning hier van de ene kant naar de andere kant gelijk is. Je weet dat de stroom hier overal gelijk is en dat de stroom aan deze kant zich juist verdeelt. Even een klein gewetensvraag. Een denkvraag. Stel je voor, ik heb dit lampje heb ik eruit gesloopt, hè? En toen dacht ik van, ik wil, weet je wat, ik wil dit toch weer dicht hebben, want het staat zo slordig. En dan, ik heb geen lampje meer, maar dan doe ik gewoon deze draad zo dicht. Dan gaan die andere toch uit? Nee. Gaan die andere uit? Ja. Waarom? Dat is de kortste weg, denk ik. Nee, het is de makkelijkste weg, want daar is het meeste weg. Oké, laat ik hem anders doen. Ik doe deze zo en dan doe ik deze gewoon lekker zo. Dan gaan ze nog steeds zo. Gaan. Ik hoor iemand zeggen, gaat die uit? Maar het is toch omdat die draad heeft de minste weerstand, om de draad gaat dan niet doorheen. Volgens mij is niet iedereen daarover eens. Eens? Niet eens? Wel eens? Geen mening? Ik denk aan het weekend. Wat is jouw mening? Vertel! Oké, wat vind jij dat er wel gaat gebeuren? Ik denk dat... Ja, het is kortsluiting. Het is, inderdaad, maar wat gebeurt met kortsluiting? Er valt alles uit. Er valt alles uit. Oké, hij gaat... Ja, oké, tot zover. Dit is wat je geleerd hebt. Heel goed, prima. Christian. Nee? Oké, okay. Luister, het volgende gaat gebeuren. Jullie hebben altijd geleerd van stroom gaat de kortste weg. Nee, stroom gaat net als wij. Als wij zeg maar op het sportveld een rondje moeten rennen, dan gaan we ook niet helemaal om de cornervlag heen. We gaan altijd een stukje afsnijden, want we gaan de makkelijkste weg natuurlijk. Oké, okay, dus die stroom die kan hier kiezen van, ik ga door een lampje en dat kost mij moeite. Of ik ga hier gewoon door die draad. Dat is veel makkelijker. Dus uiteindelijk gaat die stroom, die gaat voor het allermega grootste gedeelte, gaat hier doorheen. Gaat er dan helemaal geen stroom door dat lampje heen? Ja, er zullen altijd een paar zijn die wel door dat lampje heen gaan, maar dat zijn er zo weinig dat we dat ding niet meer zien branden. Dus zodra ik dit zo, boem, dichtzet, poep, gaan ze allemaal uit. We zien ze niet meer branden. Oké, okay. Dat was even een vraagje. Stel je nou voor dat je dit weet, zegt, hey, easy peasy, dan zeg ik van, oké, okay, nu ga ik jullie eens eventjes flink... Ik doe dit zo, en dan doe ik dit zo. Ja, en dan nog een beetje hier ook nog eentje, en daar nog eentje. En dan... Ik kan het niet. Wat hebben we hier? Is dit een serie of is dit een parallel? Allebei. Het is een combinatie. Het is een combi. Oké, deze gaan we straks gebruiken om... We gaan hem één voor één gaan lospeuteren, zeggen we van nou... dit deel is een serietje. Dan gaan we deze twee dingetjes die gaan we samen bij elkaar doen. En dan heb ik zeg maar een nieuw Uberlampje zeg maar. En dan ga ik dat Uberlampje met dit lampje ga ik zo parallel bij elkaar doen. Dan heb ik een Uberlampje. Een mega tiri lampje. En dan ga ik die mega Uberlampje ga ik dan met dit lampje weer in serie doen. En daar ga ik mee rekenen. Je zit heel hard nee te schudden. Nee, ik moet niet aan, maar... Ja. Nee, maar jullie kunnen een beetje volgen wat ik met die Uber-lampjes en mega-Uber en dergelijke. Ja? Dus gewoon, dat is de manier hoe je moet denken. Maar die gaan we strakjes... Gaan we met combi-schakelingen, maar eerst gaan we gewoon
recht toe, recht aan, met de wet van Ohm gaan bewerken. Meneer Ohm. Meneer Ohm had geen gezicht. Dat zie je hier ook in de tekening. Dit is zijn gezicht. Hij had ook geen oren. Normaal gesproken zitten de oren op zo. Uh-huh. Een haar. Een... maar het symbool voor de eenheid is dus ja, hoefijzer, omega, gezicht of hoofd onder gezicht, hoe je het ook wilt noemen. Die hoort bij de R. Dus de grootheid, resistance. En dan hebben we deze. We weten dat als ik ergens een bron heb, zo. En ik heb hier een ding, een lampje. Dan ga ik dat lampje ga ik weghalen voor het universele teken voor een weerstand. Ik weet dat een lamp ook een weerstand is, maar een weerstand die licht geeft. Ik moet gewoon een blokje neerzetten. En dat betekent dus dat die stroom die heeft moeite om hier doorheen te gaan. Hoe hoger ik die stroom, of hoe hoger ik die spanning maak, dus als u omhoog gaat, ja, wat gebeurt er met de stroom? Gaat de stroom omhoog of omlaag? Omlaag. 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 Stel, ik krijg het voor elkaar om jullie allemaal voor die deur zo te zetten en ik duw heel langzaam zo, gaat de stroom, kinderen, leerlingen, heel langzaam. Als ik echt power zet, gaat de stroom een heel stuk sneller naar buiten. Oké, dus U heeft dus iets te maken met I. Dus als U omhoog gaat, dan gaat I ook omhoog. Kun je mijn notatie een beetje volgen? Een pijltje omhoog, dan wordt die groter. Dit is die twee dingen, die noemen ze recht evenredig met elkaar. Inderdaad, dus recht evenredig is een schuine lijn omhoog. Die begint bij 0, hartstikke plat. Zo, en dan heb je dus als ik een U-I-diagram doe. U is dus, ik noem hem eerst, dus die gaat zo omhoog. I is tweede. Dan zie je dus een rechte lijn. Er zijn weerstanden die dit niet doen. Die zijn niet ooms. Dat zijn een stelletje vervelende naren. Dat zijn niet oomse weerstanden. Maar daar gaan we het nu eventjes niet over hebben. We gaan het echt over die oomse, fijne, geweldige, leuke, aardige weerstanden. Die op deze manier reageren. Dus als ik hier 4 volt heb. Dan heb ik hier bijvoorbeeld 2 ampère. Als ik hier 8 ohm heb, dan kan ik hem eigenlijk al uitrekenen. Zou dit 4 ampère zijn. En als ik hier ga uitrekenen wat de schuinte van die lijn is, dan zeg ik R is U gedeeld door I. Waarom doe je dit? Of RC, richtingscoëfficiënt van dit ding. Toch? Oké, en dit blijkt dus die weerstand te zijn. Weerstand is gelijk aan de hoeveelheid spanning die ik erin stop en de stroom die er als gevolg uitkomt. En dat is, in dit geval zou dat zijn, U zou 8 zijn gedeeld door 4. 8 gedeeld door 4 is gelijk aan, dit was 4 gedeeld door 2, is gelijk aan telkens 2 ohm. Oké. Dus deze hebben we nu al in formule en met grootheden en eenheden en dergelijke hebben dat gedaan. En nu gaan we die andere doen. Geleidbaarheid. Wat weet je van geleidbaarheid en weerstand? Weerstand is toch... Mm-hmm. Als ik zeg weerstand en ik kijk naar de deur, is de deur dan open of dicht? Dicht. Als ik zeg geleidbaarheid, is die dan dicht of open? Geen idee. Open. Ja, als die open is, dan glijdt hij als een gekko. En als hij dicht is, dan heeft hij mega weerstand en dan glijdt hij niet. De dingen zijn gewoon omgekeerd. Omgekeerd. Nou, bij wiskunde en dergelijke dingen die omgekeerd zijn, die stop je gewoon onder de 1. Oké, dus dan zeggen we geleidbaarheid. G is gelijk aan 1 gedeeld door R. Precies het omgekeerde. Nee, als dat R. Wat zeg je, sorry? Er staat nu G is gelijk aan U gedeeld door R. Oh, 1. Gelijkbaar. Oké. Okay. Dus als ik 2 heb, of 1 tweede, dan zijn dat eigenlijk 2 omgekeerde dingen. Ja. Oké. Okay. Als dat zo is,
En ik ga weer even wat ruimte maken op mijn bord. Dit mag weg zo. Ja. Helemaal andermaal verkocht. Ik had eerst dat R is gelijk aan U gedeeld door I. Nou, als dit omgekeerd is, dan is G is gelijk aan. Nou kan ik hem heel ingewikkeld. Ik ga hem eerst heel ingewikkeld doen en dan ga ik hem heel simpel doen. Eerst ga ik jullie een beetje in de war maken en dan denk ik, oh, kan dat ook zo? Dat is leuk, man. 1 gedeeld door U gedeeld door I. Wat komt hieruit? Dat is gewoon 1 gedeeld door R. Huh? Nee, oké, okay, maar ik wil niks meer R erin hebben. Ik wil alleen maar iets met U's en I's. U gedeeld door I. Nou, U gedeeld door I en dan gedeeld door 1. Je zegt U gedeeld door I gedeeld door 1? Nee. Of zeg je I gedeeld door U gedeeld door 1? Nee, niet. U deed door 1. Dat is gewoon I gedeeld door 1. Ja, het is gewoon I gedeeld door 1. Welke is het? Gewoon I gedeeld door 1. Deze, is deze? Alleen I gedeeld door 1. Ja, als je deelt door 1, dat maakt niet uit. Je kunt alles delen door 1, blijft precies hetzelfde. Zie je deze? Ja. Ja? Ja, als niet zo, deze is er niet. Het is gewoon hetzelfde. Deze is niet hetzelfde als die. Nee, dat weet ik. Oké. Okay. Deze is wel hetzelfde als die. De truc wat ik hier eigenlijk heb, is ik deel die 1 door een breuk. En delen door een breuk is, vermenigvuldigen met het? Omgekeerde. Ja? Dus als ik zeg van, nu doe ik even een ander voorbeeld. Ik doe dus 1 delen door 1 tweede. Eigenlijk moet je niet meer naar wiskunde denken. Je moet denken van dit hier, hoeveel past dit hier daarin? Een half past hoe vaak in één hele? Twee keer. Twee, oké. Dat is dus, dat is 2. Dat is eigenlijk, dit is eigenlijk 1 keer 2 gedeeld door 1. Mm-hmm. Hey, ik heb vermenigvuldigd met omgekeerd. Yes. Dus als ik nu, zeg maar dit zo opschrijf, ik heb hier R is U gedeeld door I, dan is G is I gedeeld door U. En dat is eigenlijk het hele grote geheim van weerstand en geleidbaarheid. En daar hebben ze een heel mega dingetje aan gewijd. Er wordt hier verteld zeg maar, wat die wet van Ohm is. Er wordt verteld hoe je zeg maar, je stroom kunt meten, hoe je spanning kunt meten. Die hebben we al een keertje gedaan. Ze komen hier met een weerstand. Hier is een foto. En pas als je zeg maar je telefoon pakt. En je smijt hem keihard zo op de grond. En met een beetje mazzel is die dan helemaal in 1000 stukken. En dan ga je zo kijken en dan zie je allemaal van die hele kleine dingetjes op zo'n plaatje zitten. En een van die dingetjes, dat zou een beetje kunnen lijken als een soort worstje zo. En dan zeg je, aha, dat is een weerstand. En dat worstje, omdat mensen zeg maar graag willen vertellen wat er in dat worstje zit, dan gaan ze er allemaal kleurtjes gaan ze erop zetten. En aan die kleurtjes kun je dus herkennen hoeveel weerstand dat ding heeft. Is het een 1 ohm? Is het een kilo ohm? Is het een mega ohm? Ga zo maar door. Nou, oké, dat geloof ik wel. Als je hier naar kijkt en je zegt van, goh, er zitten kleurtjes op. Goh, die kleurtjes die vertellen me iets. De rest boeit niet. Ik wil niet dat jullie dat uit je hoofd gaan leren hoe dat precies zit. Er is hierbij vraag nummertje, moet ik even kijken, 30. Zie je weer 2 grafiekjes. Je ziet zo'n grafiek, rechte lijn. Ik heb weer het verkeerde stift. Ik denk, ik zie het gewoon in jullie ogen. Jullie zien dit en die denken, wauw, dit is een ohmse weerstand. Zie je dat? Toch? Heb ik gelijk, ja? Wacht, ik draai hem om, dat kan ook. Dit is een rechte lijn. Dan doe ik hier U en daar I. Nu heb ik een andere weerstand. En dat is zo'n vermalerdijde, niet-ohmse weerstand. Maar die kennen jullie maar al te goed. Er gebeurt iets. Ik ga dus normaal gesproken, als ik met mijn spanning omhoog ga, gaat die stroom ook even hard omhoog. Maar de niet-ohmse weerstand, die doet daar niet aan.
Nee. Dus ik doe mijn spanning omhoog. En dan loopt die niet meer zo. Maar dan komt er iets minder stroom. En dan ga ik nog verder omhoog. En dan loopt er nog iets minder stroom. Dus je krijgt eigenlijk deze vorm. Wat is hier aan de hand? Maar als de spanning toeneemt, neemt de stroomstijd ook toe. Jawel, hij neemt ook toe. De stroomstijd ook? Ja. Ja, toch? Want eerst was hij hier bijvoorbeeld op 5. En dan is hij hier bijvoorbeeld op 6. En hier is hij op 7. Dus hij neemt wel toe, maar hij neemt niet even hard toe. Ja. Zie je dat? En ik stelde dat jullie dit ding kennen. Echt waar? Vooral 's nachts kennen jullie maar al te goed. En dat ding, dat noemen we een gloeilamp. Een wat? Een gloeilamp. Oh. Ja, een gloeilamp, zo'n ding. Je doet zo klik klik en dan komt het licht uit. Ja. Oké. Okay. Nou, ik vind het helemaal uit. Oké, in de avond. Heel goed. Hey, maar je hebt gelijk over lampen, heel goed. Oké. Okay.